Goedemorgen. Uh, even zo, want ik, ik stap echt net uit bed. Dus ik ben echt nog niet. Uh, en zo blijft het ook vandaag. Ik heb wel um, mijn gezicht schoongemaakt en. Um, um, dagverzorging opgedaan en dus zo. En daar blijft het bij vandaag. Ik ben alleen, op pad. Um, die is klaar met school. Die kreeg vandaag een berichtje dat hij geslaagd is. Hoehoe. Um, dus nu is hij gediplomeerd sommelier. Ehm. Um, nou ja, hartstikke blij natuurlijk. Um, en ik heb een eerste volger, Angela. Hoi Angela. Ik was echt helemaal blij van de week. Um, een eerste abonnee. Ik ben helemaal blij. Ja. Dennis volgt mij natuurlijk, maar dat is niet echt. Nou goed. Ik was super enthousiast. Um, we gaan, het is hier een. Mijn koffie staat hier zo. Het is hier een takkenzooi. Um, dat ga ik niet opruimen. Ondertussen ga ik wel vertellen wat ik vorige maand had gepakt. Uh, de primer van Elf. Doet het heel veel. Dit is de poreless primer denk ik. Ik heb geen bril op. Um, het doet het heel veel. Weet ik niet. Is het fijn? Jawel. Dus het is prima. Um, en verder heb ik dan de spray gebruikt van Catrice. Ik heb deze mineral luminized skin Luminizer Miracle gebruikt en daar ook de concealer van. Het is fijn, het is prima, geeft het heel veel dekking. Nee, um, maar het is wel fijn, het is uh, goed te doen. Um, ik heb mijn um, Catrice Potlood opgemaakt, dus ik heb een andere gepakt, oh, andersom van de Clean ID, maar die past niet in het laadje, dus die ligt hier los. Um, verder had ik de concealer van uh, de Primark. Uh, dat heb ik voornamelijk gebruikt om de rode vlekken om mijn wang uh, te concealen voor de foundation. Daarvan heb ik overigens had ik niet gepakt, maar wel gebruikt de L'Oreal poeder foundation, de Freshwear infallible Freshwear. Heel fijn. Die, die poeder foundation. En ik, ik heb natuurlijk een droge huid. Dus je zou denken dat dat niet fijn is. Maar ik was er heel blij mee op de hele warme dagen. Um, ja, dat je gewoon net even iets meer mat wil zijn. Dus die gaat ook terug. Ik heb heel veel gebruikt in de warme dagen. Um, dit um, uh, om de rode vlekken te bedekken, prima. Um, ik hoopte dat ik het gewoon hier doorheen kon lezen. De Radiant Lift Concealer van Max Factor. Ja, het um, brightent een beetje, maar geeft nul dekking. Deze was wel fijn. De Face Finity. Uh, prima concealer, ik vind niks mis mee. Um, ja. En dan heb ik natuurlijk de Peach Corrector. Van L'Oreal. Waar staat het? Oh, hier zo. Conceal and correct. Dit is de peach voor de blauwe cirkels. Maar dat is een stapel, dus die gaat terug. Dan had ik voor blush de matte blush van Catrice. Ja, mooie kleur. Ik had deze blushbox. En deze, waarvan ik deze het meest heb gebruikt, heb ik het idee ik had deze highlighter eigenlijk alleen voor het puntje van mijn neus en de binnenkant van mijn ogen. verder gebruik ik eigenlijk geen highlighter. ik had de losse poeder, de Halo poeder van Elf, heel fijn. en de bake and blot van Revolution, fijn voor de onderogen vond ik. Um, de Max Factor um, bronzer, hele fijne bronzer. de Sun Gasm Luminizing Bronzer van Catrice. Die laat ik zitten, want die heb ik maar één keer gebruikt en het viel mij op dat je uh, voorzichtig moet zijn, want het geeft heel veel kleur af. Maar ik wil nog wel even verder mee spelen, dus um, die gaat terug in het bronsalaatje. Dan had ik uh, een Burberry Pallet. Oh, ah, wat grappig. Jullie zien nu mijn telefoon. Hallo, daar ben ik. Hallo. Um, een H&M Pallet. En drie kleurtjes van Bobbi Brown. Los heb ik niet heel veel gebruikt. Wat ik heel veel heb gebruikt zijn deze paintpots of pots van Maybelline. Deze is van L'Oreal. En ik heb dan zo'n uh, oogschaduwstick van Chanel. Dat heb ik veel gebruikt. Gewoon één kleur een beetje uitblenden. Klaar. Even een slokje koffie. Proost. Dat mm. is een enorme fijne beker van de Starbucks. Het blijft heel lang warm. Dennis zet dit voor mij neer om 6 uur ongeveer als hij weggaat. En het is nu, denk ik, 0 of tien. Nou, ik ben natuurlijk niet net uit bed. Maar goed, wat ik net zei. Maar het is nu een 0 of 10. Wessel is net weg. Um, en ik drink dan nu mijn koffie op. Meestal drink ik dat dan rond een uur of acht of zo. Maar uh, dan is het nog echt goed warm. Oké. Okay. Haar. Haar. Uh, wat heb ik uitgezocht? Ik heb wat nieuwe dingen. Die heb ik ook geprobeerd. Vorige maand. Dit is een blush stick. Van Chanel. Dus die blijft nog even hier. Want daar wil ik nog even mee. Uh, Fritte en een blush van Chanel. Allemaal hele neutrale, no make-up kleuren. Dus uh, dat blijft even. Daar, daar kan ik even mee spelen, zeg maar. Dat, ik wil dat nog even beter uittesten. Goed, uh, voor primer. Ik heb natuurlijk mijn spreetjes. Standaard, dat is deze. En deze. Dit is trouwens echt zo mist, zo. Zo, alsof er niks op je gezicht valt. Heel fijn. Um, wat ik heb, maar niet heb geprobeerd, is de Zonicasm Pore Refining Tinted Mousse. We gaan hem proberen. En deze van Essence, de Hello Good Stuff. Nou, iets. Iets als jullie het kunnen zien, heel fijn. Oh hier: Milky Face Moisturizer. Eh, we gaan het proberen. Dus dit moet opgeruimd worden. Dan heb ik voor concealer de uh, Conceal and Hydrate. Eigenlijk, weet ik niet. En ik heb de Liquid Camouflage van Catrice. Is van Catrice? Ja. En die heb ik, zag ik, in drie kleuren. Ik heb 001. Hallo. Ivory. Hallo. Dit is heel bijzonder. Ik heb 005. Light Neutral. En ik heb 010 porselein. Ik heb geen idee waarom ik drie tinten heb. Ik ga het proberen. Um, ja. Nou ja, zo. Dan heb ik uh, poeder: De My Skin Perfector Loose Fixing Powder van Essence gepakt. En deze: De Milani Prep Set and Glow Illuminated Transparent Powder. Um, ik heb dit één keer eerder gebruikt. Toen was ik er niet geweldig fan van. Moet ik eerlijk zeggen. Ik zit ondertussen te kijken in mijn spiegeltje naar iets van mezelf. Maar hier een stukje in mijn tanden. Um, ja, nou ja, goed. Uh... Uh, ik heb de twee um, blushes van uh, Chanel. En ik heb dan de Milani Luminoso gepakt. En de Physicians Formula Butter... Oh, mijn wekkertje ging af. Uh, Butter Blush. En dan heb ik ook de Butter Bronzer. Ik vind de kleur goed. Heel oké okay, zelfs. Maar. De geur. De geur. Nou goed. Uh, ander verhaal. Kokos, hè? Uh, de Essence Highlighter. Uh, en dan heb ik één paletje vandaag gepakt. Dat is van Maybelline. De Pink Edge. Want ik dacht: dat zijn wel lekker vrolijke zomerse kleurtjes. Nou, was ik eigenlijk op zoek. Naar nog een blush van Milani. Deze, de T-Rose. Want ik merk soms dat ik de laatste week, twee weken van de maand, zeg maar. Um, denk dat ik niet genoeg keuze heb. Ehm. Um Ja, dat klinkt heel raar, want ik heb natuurlijk genoeg keus. Kijk even, ik heb genoeg keus. Maar dan heb ik zeg maar niet genoeg geselecteerd. En ik probeer dan wel um, genoeg te selecteren, zeg maar, dat ik keus blijf hebben. Het klinkt heel onsamenhangend allemaal, dit. Nou ja, goed. Um, nou, dit was hem eigenlijk. Ja, geloof het wel. Ja, geloof het wel. Um. Ja, zie je. Ja, dit is ook echt zoiets. Dit heb ik ooit gekocht. Het was een limited edition. En uh, dit is zo'n reisparfum. Ja, dat gaat natuurlijk ook niet met, met, met mijn linkerhand. Nou. dus hier moeten van die uh, navullingen in. Maar goed, ik heb dus die eerste navulling was op, Die heb ik uitgehaald en weggegooid. Maar daar zat het pompje op. Dus nu kan ik het niet meer gebruiken. Ziet er wel mooi uit. Ja. Uh, Oké, okay. nou dat even bij de parfum. Dat even tezijde. Uh, morgen doe ik een Get Ready With Me met alle nieuwe spulletjes. Want... We moeten morgen naar België, want meneer krijgt zijn diploma. Um, vorige week moest hij naar België om zijn stageverslag in te leveren. Dat duurde vijf minuten. Dus dan zit je zeven uur in de auto voor vijf minuten, maar dat terzijde. Um, hij is geslaagd. Dus we zijn blij. En inmiddels is hij met een vriendin. Uh, niet zijn vriendin, maar een vriendin. Uh, naar. Um, Amsterdam, gewoon een, een dagje leuke dingen doen. Dat moet ook gebeuren. Want inmiddels is hij ook alweer aan het werk. Dus,. Um, laat maar schrijven. 19 jaar en uh, het gaat zijn eigen weg. En dat hoort ook zo. Um, bedankt voor het kijken. Ik ga um, me voorbereiden op wat filmpjes over. Waarin ik wat dingen ga koken. Um, en dan. Um, nou, ja, zie ik jullie snel bij de volgende Shop My Stash. Een Fijne dag nog, zorg goed voor elkaar en tot snel. Doei!